woonde naast mijn tante. En die had een kruidenierswinkel en nog een winkel met wat erin. En die had zonen. En die zoon, die had voor mij een karretje gemaakt van een sigarenkistje met klosjes eronder. Van garenklosjes. En daar zie ik mij nou op de stoep rijden toen ik een jaar of twee was. Dat is het eerste wat ik me kan herinneren. En u bent in Lage Zwaluwe naar school gegaan? Ja, ja. Naar de lagere school. Eerst naar de papschool. Oftewel de bewaarschool, zoals dat officieel heet. Ja. We zaten in één lokaal wel, maar gewoon gescheiden wel, ja. De meisjes bij de meisjes en de jongetjes bij de jongetjes. Ja, nou je dat zegt. Ja, nou je dat zegt. Dus toen was ik een jaar of drie, vier. Mijn moeder zong mooi. En mijn vader kon heel mooi vertellen. Dat was echt prachtig. Dat waren de winteravonden. Die waren zo mooi van vertellen en van zingen van kerstliederen en Sint-Nicolaasliedjes. Dat was dan het begin. Dus toen er een kinderkoor werd opgericht, enfin, ik kon zingen. Ik zingde mijn lied en dat klonk natuurlijk heel goed. Omdat dat gewoon geoefend was met mijn moeder die ook zong. Ja, dus ik ben voorzangertje geworden op het zangkoor met een vriendje van mij, Piet de Vos. En wij zongen voor. En wij zongen de Requiem missen. En wij zongen het in Paradiso de Ducanti Angeli. In tuum advento de suscipia te martires. Et per Ducante incipitatem sanctam Jerusalem. Chorus angelorum. Ja, dat herinner ik mij goed. Was ik een jaar of 7, 8. Was u sopraan of alt? Sopraan. Ik kon heel hoog zingen. Dat was prachtig. Want ja, als wij op het zangkoor in de grote kerk zongen samen, dat klonk zo mooi, dat liep zo mooi langs die gewelven heen, die geluiden van die twee, dat ik dat nu nog hoor. Dat was prachtig, ja. Wij waren voorzangertjes. En door mijn zingen op het koor en het alleen zingen in de kerk, had ik natuurlijk een enorme zelfvertrouwen en lef. Hè, dat ik dus overal datgene zei wat ik vond dat ik moest zeggen. Beschamend voor iets of wat ben ik nooit geweest. Ik heb het altijd eruit geflopt. Dat was mijn jonge jeugd. Ja, je komt van de lagere school. En ik was anders de eerste van de klas. Ik was een goeie, zoals ze dat noemden. Maar mijn moeder die zei, jongen, ga nou een goed vak leren, dan heb je later alles te eten. He? Want ze zei, ja, natuurlijk geen begrip van datgene wat ik anders had kunnen worden. Mijn moeder was een boerin. Een heel goed mens. En mijn vader was een biesboswerker. Een hele ruige, goede man. En toen de lagere school voorbij was, toen moest ik dus iets gaan doen. En dat werd dus de ambachtsschool, waar ik een ambacht kon leren, waarmee ik strakjes zat. Ik helemaal zover was, hè, mijn kost kon verdienen. Ja. Nou kwam ik veel bij de wagenmaker op het dorp die vlak bij mij thuis woonde. En dus ik koos de houtbewerking op de ambachtsschool en werd ingedeeld in de afdeling timmeren. En dat timmeren, ja, ik vond dat prachtig natuurlijk, van hout iets maken wat overblijft. Maar dat timmeren had ook nog een leraar. En die leraar die sneed allemaal beeldjes uit mooie blokjes hout. En die zegt, jongens, als je dit kunt, dan heb je een goed leven. Ik dacht,
En hij sneed ze zelf en hij bracht ze mee, hij liet ze zien. Dus ik dacht, maar dat kan ik ook. Hè. Dus ik ging s'avonds thuis in de schuur, pakte ik ook een blokje hout. En ging dan met mijn mes en mijn bijtel en zo ging ik daar. En verdomd, het werd wat, hè. Het ging, hè. Dat was dus een verrassing. En daarom ben ik beeldjes gaan snijden, allemaal. Van die kleine houten Maria beelden en Jozef. En God en al zijn lieve heiligen heb ik een beeld gesneden toen ik heel jong was. Althans getracht om dat te doen. Hè. Och, het is makkelijk genoeg. Je snijdt dat maar weg wat er te veel zit, dacht ik. Hè. En zo is het ook zo. Mijn moeder was heel godsdienstig. En mijn vader ook. Iedere avond werd het rozenhoedje gebeden. En op je knieën voor de stoel. En op de kokosmatten. Dat de afdrukken van de kokosmatten in je knieën kwamen te zitten. Dus je bent zo opgevoed. En dan ga je dus allemaal afbeeldingen maken. Van datgene wat je ziet hè, en wat je gehoord hebt. En zo kwamen de Maria beelden en de andere beeldjes kwamen naar voren. In Breda, van Kootplein nog. Hè. Ik heb 7 jaar heb ik van Langezwaluwe naar Breda gefietst. Dat is 2 keer de wereld rond. Iedere dag 40 kilometer. 20 kilometer heen, 20 kilometer. Nou ja, we waren met z'n meerdere, jongen. En als er iemand een kapotte band reed, dan werd hij achter op de fiets van een ander gezet. En de fiets met de kapotte band werd ook mee naar huis genomen. Iedere middag gingen wij samen met een groepje jongens gingen de stad in, omdat we dan een uurtje vrij waren. Het brood werd in de kortste keren naar binnen gewerkt in het schaflokaal en de ronde door de stad was daaraan vastgekoppeld. Om 2:30 moest je weer terug zijn. Ja, was wel leuk. Er werd nooit gejat of gedaan, nee. Maar er werd wel gezellig door de binnenstad gelopen. Het was een afwisseling zeker voor een dorpsjongen die alleen maar het dorp en de koeien en het gras gewend was. Ja. Ik ben geen cafébezoeker geweest. Ik was alleen bij de Harmonie op Lage Zwaluwe en daar speelde ik S-klarinet. Dat wel. En in zoverre dronk je dan wel eens wat, maar om nou te zeggen dat ik... Nee, maar ik kwam nooit verder als wat limonade. Want bier vond ik niet lekker. Ja. Ik had 2 broers, eentje Martin en eentje Piet. Piet is bij Milheel pater geworden. En die heeft in Oeganda heeft hij dus zijn werk verricht tussen de mensen die daar woonden. En mijn andere broer, die is bij de posterij gegaan. En die had een hele goede baan. Die werd goed betaald. Ik was degene die het minste verdiende. Ja, waarom weet ik ook niet. Ik ben er ook nooit voor op uit geweest om iets te verdienen. Ik vond het mooi om wat te doen wat ik graag deed. En dat was het maken van grafmonumenten. Letters. Yeah.